Ik zeg altijd, je moet niet alleen op stap gaan, dan krijg je dit soort dingen, Henk van Dorp, met Frank de Boer. Frank heeft overigens, ja, ik vind ook niet dat hij gelijk heeft, maar het is een typisch Nederlandse redenering. Daar heeft hij wel gelijk in. Ik zat naast Mustafa Yüksekdag, een Turk in Nederland, en die zegt, ik begrijp niet dat Nederland het laatste kwartier niet gewoon die wedstrijd rustig uitvoert. Die hebben genoeg aan 0-0, dus wat maak je druk? En het is een beetje Nederlands. Wij houden van mooi voetbal, we zijn opgevoed met mooi voetbal, in de Cruijff van Basten traditie, en daarom willen we altijd doelpunten zien. En nog een positief punt van vanavond. De Turken en de Nederlanders, er waren zeker 10, 12.000 Turken. Ze zaten tussen elkaar op de tribune. Het was een geweldige sfeer. En er is ook een wedstrijd in Europa, kan ik u zeggen, waar het heel anders verliep. Maar dat allemaal tot straks, na de reclame. Want dan blikken we terug met de spelers, met Guus Hiddink. Wellicht gaan we de kleedkamer in om te kijken of een feest gevierd wordt. En met Barry Hulshoff. Tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nationale Nederlanden. Verzekeringen aanbieden zonder een wirwar van lettertjes op veel papier, maar ook een effectenhypotheek die bouwt aan je vermogen. Beursadvies uit eerste hand met Morning Message door analisten van ING Berlings. Optimaal betalingsverkeer door de unieke combinatie van giro en bank. En een financiële planning die zorgt voor onafhankelijkheid. Nu en in de toekomst. Dat kan alleen bij een bank die alle financiële zaken weet te combineren en ze ook nog eens helder en overzichtelijk houdt. We hebben de Pentium 2-processor gecreëerd om verbazingwekkende dingen voor uw PC te doen. Dus zochten we een even verbazingwekkende manier om hem aan de wereld voor te stellen. Hoorde ik er iemand wereldreis zeggen? Zijn nogal fanatiek als het over service gaat. Neem, u koopt een kast. Dan komen wij die bij u thuis monteren, plaatsen en als het moet verplaatsen. Helemaal gratis. Ook als u op de achtste woont. Al weten we soms van geen ophouden. Heilen. Meubelen die je hart en huis inpalmen. Ibatana Yassi. Netchiki. Sinare.
Ichipe Chocotof. Weet je waarom je zo lang plezier beleeft aan één enkele Chocotof? Omdat er veel Côte d'Or chocolade in en rond de karamel zit. Chocotof, daar geniet je langer van dan je denkt. Morgen bij Veronica. You want to be stupidly worried? You don't need fool for that. Toch gaat Fool mee het criminele pad op. Come on, we going in. En dat hadden ze nou beter niet kunnen doen. Wie zijn die mensen in de kelder en wat is dat voor geluid achter de muur? Je ziet het morgen om 9 uur in de thriller The People Under the Stairs. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nationale Nederlanden. Meteen na de wedstrijd zag u Henk in een leuk twistgeschrift met Frank de Boer. En iedereen mag zijn mening geven, dus ook Henk van Dorp. En Henk staat nu in de kleedkamer bij het Nederlands elftal. De kleedkamer is open, want Nederland heeft zich gekwalificeerd. Dus het is feest in de kleedkamer bij Oranje. Henk van Dorp en de spelers. Patrick Kluivert, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Het was een moeilijke wedstrijd. Ja, het was zeker een moeilijke wedstrijd. Maar we moeten natuurlijk niet aan laten wijzen dat we slecht hebben gespeeld. En ja, het is gewoon moeilijk tegen 5 verdedigers om er doorheen te komen met z'n 2 of met z'n 3. Hoe moeilijk is dat dan?